President Desi Bouterse zegt in zijn keuze voor Albert Aboyconi als gramang van de stam der Saramakaners verschillende overwegingen mee te hebben genomen. Op dit moment, zoals u weet, zijn we reeds ruim 4 jaar bezig met de vraagstelling wie gramang moet worden bij de stam der Saramakaners. Uiteindelijk, en het is begrijpelijk ook, dat de Saramakaners een stamhoofd moeten aanwijzen. De stamhoofd wordt voorgedragen aan het centraal gezag. En het centraal gezag gaat in conclaaf met het staatshoofd ten aanzien van de toekomst na de beëdiging. Hoe het centraal gezag met hem zal werken en hoe hij zijn stamvertegenwoordigende met het centraal gezag zal werken. In het begin zijn er vele gesprekken geweest, maar in de loop der 4 jaren zijn de zaken verder gaan escaleren in plaats van zodanig terrein uitkiezend dat men dichter bij elkaar kwam. Er zijn diverse pogingen ondernomen vanuit het centraal gezag. Lees hierbij de minister van RO met zijn werkarmen. Er zijn diverse officiële gesprekken geweest. Toen dat niet hielp, hebben wij een officieel regeringsteam samengesteld, bestaande uit een wetenschapper op dat stuk als disciplinehebbende en een Saramakaner die tevens ook de historie kent van het geheel en tevens ook als wetenschapper op zijn gebied. Alleen die twee hebben ruim 17 gesprekken gevoerd, los van gesprekken gevoerd door de directeuren, de commissaris, de minister, de president, you just name it. Uiteindelijk, de laatste hoop was dat de adviseurs van de president in samenspraak met de stam der Saramakaners tot een oplossing zou komen, welke bevredigend was voor de Saramakaanse stam. Helaas zagen we de zaak verder escaleren en hadden we aan het begin nog 0 gramans. Toen de heren hun mandaat teruggaven, zaten we met 3 gramans. Nou, uiteindelijk zijn er zelfs ook brieven geweest van dan moet de president maar het besluit nemen. Hoewel dat makkelijk zou zijn, heb ik toch gepoogd om weer mensen te sturen, om te praten met de mensen, omdat er een heel belangrijk aspect is hoe de gramang uiteindelijk wordt gekozen, benoemd, aangewezen, namelijk het cultureel aspect. En dat cultureel aspect in de gaten houdende was ons laatste voorstel om een Grand Cru toe als culturele uiting waarbij
er uiteindelijk een uitslag zal komen waar ieder zich aan zou moeten houden. In de Kroetu kun je alle minnen en plussen, alle pro's en cons naar voren halen. En het wordt dan door de Kroetu beoordeeld en uiteindelijk komt. En dat zei president Desi Bouterse. Er zijn dus op verschillende niveaus 4 jaar lang gesprekken gevoerd over de opvolging van stamhoofd Bel van Aboyconi, de oudere broer van Albert Aboyconi. Overigens heeft een van de groeperingen, welke reeds nu al een voorstel had met betrekking tot het roulerende leiderschap, wordt meegenomen en voorgehouden aan de straks te beëdigen Gramang om vanuit de Saramakaanse stam, mogelijk ondersteund door overige deskundigen, om dit concept verder uit te werken en te kijken per wanneer dat zou moeten ingaan. Dames en heren van de pers, ik wil tot slot aan ieder bedanken, zeker de minister van regionale ontwikkeling, de commissaris, welke waarnam tijdens deze hele moeilijke periode, en alle overige structuren welke hun bijdrage hebben geleverd. De kogel is door de kerk en vrijdag wordt meneer Albert Aboyconi beëdigd tot Gramang van de stam der Saramakaanen.